Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Goede zondagmorgen. Wauw. Wat een warmte alweer. Het is nu 9:50. En het is nu al 17 graden. Man. Warm. Maar goed, ik heb mijn rondjes weer gelopen. Oeh. Valt toch tegen. Ja, donderdag heb ik gelopen, had ik alleen nog niet op Facebook of op YouTube gezet. Maar die komt er dus vanmiddag aan. En dan, lekker twee in één keer weer. Maar poei. Ik kan toch merken dat dat al goed warm was. En wat ik ook merk. Ik ga nu wel gewoon door de fitness. Ik heb een kaartje meegenomen. Dus gaan we daar gewoon eventjes naartoe. En wat ik toch ook wel merk, ik denk. Ik heb natuurlijk wat ik donderdag al verteld heb. Hiervoor. Dat ik dus corona heb gehad. Maar ik had het wel merk hoor. Ik heb gisteren ook de hele dag op het dak gewerkt van de veranda om die weer te maken. Dus daar ben je ook alweer druk mee bezig dan, met klimmen en klauteren. Ga je ook niet in de koude kleren zitten, op deze leeftijd. Dus en de warmte erbij. Bolletje een klein beetje verbrand aan de achterkant. Maar ja, goed, hij ligt erop. En dat is belangrijk. Ik kan onder zitten, het wordt wel een stuk warm, want ik heb helder materiaal. Dus dat we wat meer licht binnen hebben. Maar ja, poeh, dat merk je dan toch wel, als dan de zon schijnt, dat het dan meteen goed warm wordt. Het werd onder die andere wereld dan goed warm, dan wordt het nog warmer. Maar goed, er zit de UV-protector zit erin. Dus dat is, gewoon goed. Nou, zoals ik al zei, ga ik even een uurtje fitnessen. Dat heb ik ook al lang niet meer gedaan, dus die wil ik nog even erachteraan plakken. Dat gaan we meteen doen. Dus helemaal top. Even lekker bezig zijn. Kijken dat mijn conditie een beetje op peil kan krijgen. Want de tijden die zijn wel achteruit gekeld hoor. Moet ik ook zeggen, dat komt niet alleen door corona. Dat komt ook in een periode dat ik na de winter dat ik toch weer wat ben aangekomen. Nu, door corona, ben ik wel alweer afgevallen en is nu wel weer gestabiliseerd. Dus ik ben, zover ik, van donderdag had ik gewogen. En toen zat ik op 92,9. En voor corona zat ik op 96,6. Dus ja, weet je, dan ben je toch al wel afgevallen. En meestal natuurlijk, als je ziek bent, dan val je af. Maar toen ik dus gewogen had, was ik alweer 3 dagen, 4 dagen alweer gewoon buiten eten, noem maar op. Dus weet je, dan zou het normaal gesproken, als je al ziek bent, dan ben je een paar dagen op de dingen, dan kom je wel een beetje aan. Maar dat was dus niet, dat was dus nog meer afgevallen. En zondagmorgen van mijn corona had ik op de weegschaal staan, dus zat ik op 93,3. En donderdag, na het hardlopen. Na het lopen zat ik op 92,9. Ja, oké. Misschien dat we een beetje op die manier een verband zit natuurlijk, want je hebt natuurlijk wel gezweet. Maar goed, we zullen dadelijk wel zien als ik na dit sporten op de weegschaal ga staan. Misschien is niet. Sorry. Misschien is het niet helemaal te vergelijken, omdat je natuurlijk nu ook weer gaat sporten, ga je nog meer zweten. En dus ja, maar goed. Ik ga er wel een beetje rekening mee dat daar iets in zit. En van de week 4-daagse. Wat nou even spannend wat er besloten gaat worden. Het wordt even spannend, want de temperaturen kunnen behoorlijk oplopen. Dus vanmiddag gaan ze bekendmaken wat er gaat gebeuren met de 4-daagse. Als ze de goede voorzieningen maar treffen.
natuurlijk, hè, er zijn altijd mensen die dan ongetraind met dit weer gaan lopen. Weet je, dan roep je bepaalde problemen even mogelijk over jezelf af. Je gesteldheid, conditie, noem maar op. Dus ja, is het dan slim om te gaan wandelen als je niet getraind bent met deze hitte? Dat lijkt mij niet helemaal verstandig, maar goed. Die ben ik. Nou, we zijn weer bij de fitness. Goed, bij deze ga afsluiten. Vanmiddag of vanavond dan zet ik deze erop. Dat zien jullie vanzelf al. Ik zou in ieder geval zeggen, als je deze leuk vond, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Helemaal top. Dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende keer. Ik zeg ciao.